Hallo dames en heren en echt super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe weekendvlog. Het dartseizoen is weer losgebarsten, dus dat betekent vanavond weer lekker darten. En morgen alle voorbereidingen voor de Dutch Open, die worden getroffen. Hoe dat gaat gebeuren en wie er dan komt, dat is voor jullie nog een verrassing. Dat hou ik nog even geheim. Maar ik zal zeker zeggen van blijf kijken, het wordt weer leuk. En ja, nu nog een beetje koos, make-uploos noemen ze dan. Maar ook daar komt straks verandering in. Moet kunnen een keer zo. Ik kom straks weer bij jullie, tot straks. Nou, nek! Ja. Die schrok. Dat was even... Is het een beetje nat buiten? Oh. Oh. Ah, had je gelijk shampoo kunnen meenemen, ja? Nee, dan zie je niks. Wij gaan de Emmenster dan proberen. Let niet op de achtergrond muziek daar zo tussen, tussen Martijn en tussen Stefan. Ja, wij gaan even, oh dat mag ook wel. Zoveel lawaai. Even een ster dan. Je moet aan iemand denken aan wie je een gloedhekel hebt. Ik hoef alleen maar aan, nee je moet wel staan. Anders ben je te hoog. Oh ja. En zo. Ik hoef alleen maar aan ballenharen te denken. Oh nee, niet meer. Oh. Aan wie zou ik denken? Kallo. Nee. Doe maar niet. Ja, ik heb wel iemand in mijn hoofd. Ja, klaar voor? Ster dan mensen. Ik denk dus. Dat is altijd mijn best goed. Denk daar maar aan. 1, 2, ja. Nou weet ik niet of ik goed aan het filmen ben. Ja. Niet lachen. Dat is een ster dan mensen. Geef maar een groot applaus. Het is al gelukt. Ja. High five. Moet ik lachen? Zonder lachen! Top! Ja. Maar die vorige keer toen ik moest lachen, dat was deze keer met ons, toen ging jij ook mee lachen. En de tweede keer ging ik alleen maar lachen en de derde keer was dit. En nou ging het goed hè? Ja, eindelijk! Eindelijk ging het goed! Rico Verhoeven tegen Badde Harry! Ja, maar die hebben ze al ja, die hebben ze niet verloren. Maar Badde, die heeft een ongelukje gehad. Lekker voor. Oh, nou zo denk ik er niet over, want hij was echt in tranen. Nee, dat gun je niemand. Rico Verhoeven heeft wel respect. Ja, maar ze hoorde dat ook hem, toch? Maar dat mocht hij niet doen. Nee, maar ze hoorde het toch ook. Uiteindelijk mocht het wel geven. Je hoort toch respect voor dat tegenstander. Ik denk dat er duizenden mensen keken. Luister, je hoort respect te hebben voor de tegenstander. Je hoort respect te hebben voor de tegenstander. Precies. Herhaal het. Een hele goede morgens mensen. Ja, ja. Gisteren was het aardig druk in de Toto. Toko, begin ik weer op. Goeie begin van ochtend, niet helemaal wakker, vandaar de koffie. Minstens 30 man liepen er rond. Even een beetje lawaai maken. Dus ja, dat was op zich wel gezellig, op zich wel te doen. Ja, straks komt er natuurlijk iemand en jullie weten nog steeds niet wie. Dat is het leukste eraan. Dus ja, afwachten dan maar. Hè? Ja. Wat je dan moet doen is gewoon even blijven zitten. Of staan. Of liggen. Kan natuurlijk ook allemaal mogelijk. Dus ik zie jullie straks. Maar eerst even een bakkie. Oh, het wordt weer heel onduidelijk. Maar dat geeft niet. Yeah. Zo, draai je scherm even om. Eerst even lekker een bakkie koffie. Hupsa. Ja, dames en heren, hier zijn we dan. En ja hoor, it's my bro. Hi. Hoi. Welkom in Stadskanaal. Dankjewel. Heb je er een beetje zin in vandaag? Jazeker. Ik word aangepakt, dames en heren. Oh.
Dat is ook nodig. Mooie t-shirt aan. Ja. Ik had bijna een t-shirt van Raymond van Barneveld aangedaan, hè, met Believe erop. Door gisteren. Oh, ja. Die heeft te druk. Ja, nee, sorry. Ja, ik moest even ergens op reageren. Ik kon niks aan doen. Sorry. Gaat dan niet net zoals gisteren, hè? Nee, nee, dat was ik niet van plan vandaag. Dus was eerder aangeland dan gepland. Ja, maar, dat geeft niet. Ja. Welkom. Dank je wel. Hij heeft nog geen 5 minuten in de kou omstaan. Nee, dat nee. Ik kwam aan en toen zag ik hem al onder het schuurtje wegkomen. Ja, ik zei, ik ben geen begrip. Ja, daarom die rode, die begrip ja, mooi, dus... Nou ja, mooi dat je er binnen bent. Dus, we gaan er een leuke dag van maken. Daarom, dat doen we zeker. Daar gaan we weer, mensen. Het is toch niet te geloven. Het is weer net Sinterklaas of Kerstman, hoe je het ook wil noemen. Stapt hij net binnen, wat krijgen we? Ja, ja, spellen zomaar voor niets. Voor de kids. En hier nog één. Nee, deze is voor de kinderen. En een houten ganzenbord. Hoe heet dat? Meester. Meester bent ze vaak dat om, maar dit is echt van einde van hout. Ja, echt van hout. Nou, het is toch niet te geloven. Als je van die man geen pijlen krijgt, dan is het wel een dartbord. Als je geen dartbord krijgt, dan zijn het wel spellen. Dus dankjewel, hartstikke top. Mooi. En dit, dames en heren, dit waren zijn laatste pijlen waar hij mee gegooid heeft. Die komen uiteraard, deze zijn uiteraard niet van mij, jammer genoeg. Die komen uiteraard ook in mijn collectie ooit. Dus daar zat dit bij. Ketting, flight protector, van alles en nog wat zit erbij. Complete boekje van Raymond, met allemaal foto's erin. Ja, handtekening ook heel belangrijk. Kijk, kleine Raymond. Ja, jonge Raymond. Kijk, zijn allereerste overwinning. Vergeten we ook nooit weer. Zijn beker erbij. Die heeft hij nou nog in zijn... kamer staan als het goed is, of in zijn... Is het museum? Ja, het museum, ja. En lijkt wel 3-4, hè? Ja, ja. Daar heb je beter allemaal van. Ja. Kijk, met kleinzoon Mason, moet je toch goed zeggen. Ja, 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 ik, kijk, Raymond in actie, mooi man. Prachtig dit, echt mooi verzamelitem. Dat komt ook hier in huis te liggen ooit, hoop ik. Ja, dan komt je het
eerst op camera, ja. wat is er gebeurd? Volgende keer dan zeg ik niet dat ik weer opneem. Nee, inderdaad. Gewoon onverwachts. Nog één deur oefenen, Fokko. Ja? Camera, wat is er? Zo, de middagsessie erop zit. Was niet zo best. Zat al in de vijf en in de één. Dat moet je niet doen. Of in de drie of in de zeven. Was niet echt best, hè? Ik ken beter. Vanavond nog een poging doen. Want we geven niet op. Dat is de motto. Belief, hè? Zoals Raymond van Barnaf dat ooit zegt. Precies. Niet hem lekker eet met z'n allen. Gezellig hier aan tafel. Het is nog steeds gezellig. Dus, ja. We hebben vast wat trek gekregen. Van al dat dat. Dus gaan even eten. Eet smakelijk. Oh, nog echt. Er stond nog Glieke ook nog. Kijk eens wat ik even gooi, joh. Kom maar. Met mijn film. En normaal, dames en heren, sta ik. Ik zal het even laten zien. Ja, ga jij eens weg. Normaal sta ik dus helemaal, jullie zien het niet, maar helemaal links. Zo, voor de Okie. En net stond ik dus rechts, net zoals Van Barneveld zelf. En ik gooi gewoon 180. Dat is toch niet normaal. Hoe ken je dit? Echt wel ziet. Ja, dat is knap. Ik heb nog, ik wil eens zeggen, zet er wel in. Nou, het gooien net ging al een stuk beter. Ik gooi een gemiddelde van 52 als ik het goed zeg. Sinds ik rechts sta, dus ik denk dat ik deze positie maar gewoon... aanhouden, want links is ten eerste je worp veel langer, dat verneem je ook. En natuurlijk is het even wennen rechts, want ik heb jarenlang links gestaan, dus ietsjes naar rechts staan, dat is eventjes wennen, maar dat went vast en zeker snel. En ik ga zeker gewoon de uitdaging aan op zo'n manier. Met je langer. Ja, met die ging het ook wat beter, hè, nu was soms, hè. Ja. Ja. Ging wel mooi. Ik slaap een dak bij je. Ja, ja, verder aan het ahoeren. En dat moet je niet meer. Nee. Maar dat moet ook kunnen. Ja, zeker wel. Nou ja, als ze serieus weten. Cecile zei ook tegen mij gisteren, je moet wat meer lang, hoor. Ik doe je niks anders. Ja, tuurlijk. Ik lag al deur, ja. Zo wordt dat. Ja. Dus ja, wat gaan we nu nog doen? Geen idee. Nou, dan is zij weer ineens weer wakker. Ze lag net te slapen. Hallo, Woepie. Hi, oh, wat kijk jij mooi in de camera. Woepie. Die gaat zich wassen, die heeft zoiets van... Die heeft zoiets van... Rot op met die camera. Die andere ligt daar lief. Kijk. Oh. Ik moet zometeen nog wat opzoeken, mensen. Hallo. Moet jij grappen? Hi, schat. Oh, jee, je bent in beeld. Zeg maar hallo, mensen. Ja, laat me met rust, ik wil slapen. Ja, oké. Nou, ik laat de kat er even slapen. Vanavond nog even wat kleren heen brengen, dus die ga ik zo meteen opzoeken. Hé, hey, mobiele eenheid. Ja. Je wordt wazig. Oh. Oké, ik doe dat. Ja, daarom juist. Net als je karakter. Oh. Hey, ga je even opzoeken wat je weg moet brengen? Postzegel erop, weg ermee met het pakketje. Dus mensen, nee, ik word weggestuurd met een postzegel op mijn reet. Dat jullie het even weten. Ja, moet er 1 of 2 euro onder. Laat vooral weten in de reacties hieronder. Is dat alles wat je hebt? Ja, ik heb genoeg postzegels, hoor. Oh, mooi, hè. Zo lekker, hè. Het is toefeest. Ja, dat, er is een dag van komen en een dag van... Nee, een tijd van komen en een dag van gaan, zeggen ze. Dus, Fokko, bedankt dat je er waren. Was leuk, hij loopt zo de deur uit. Ja, dat kan wel zin, hè. Ik vertelde de kijkers nog eens, het was leuk. Dus, volgende keer komen we weer bij jou. Ja, volgende keer weer. Is goed. Maar eerst Barney. Eerst Barney, ja. Ja, dan gaan we weer zo. Ja, is goed. Kom voor. Kom aan, doei. Jawel, dat past wel. Ja, dat past wel. Ja, past wel. Die, oh, wacht, kijk, die stoel kan er verder af. 2,18 meter, hè? Ja, dat is wel vervelend soms, hoor. Dat is soms heel vervelend, ja. Doei! Ja, goed, hij zit in ieder geval in de auto, dat is belangrijk. En de taxi was mooi thuis.
En in Drenthe zingen we altijd tot kiekers. Nou ja, tot kiekers. Tot kiekers zingen we. Oh, het is best wel koud. Ja, dan moet ik ook zo op scooter weg. Mirjan, ja, die daar, die gast zonder neus, vind ik zo'n mond, ja. Die volle mond. Dat is helemaal vol. Oh, ja. Hebben we geen rode die naar boven ons daar? Geen idee. Nee, die is daar. Ik zie hem daar. Ja, zie ik hem. En anders pik ik hem vanzelf op. Ja, kom wel goud. Maar die moet nog een jurkje nog hebben. Die heb ik gelinkt. Ja, met Halloween en moet je nagaan. Het is al een nieuw jaar. Dus ja, ik heb alweer een jaar in huis. Ja, nee, ja, in principe wel. Ja, 2019. Ja, dat is wel. Dat is ook zo. Echt, ja, dat is wel. Dat voor mij. Ja. Maar het was wel heel gezellig. Oh, was super gezellig dit. Ja, lekker dat. Dit is lekker voor herhaling van Bar. Ja, zeker. Geweldig dit. Maar daarom zei ik ook eerst Barney. Ja, eerst Barney, absoluut. 28 is dat niet? Jo. Jo. Nou, daar horen we heen. Doei. Ja mensen, de allerlaatste vlogdag van dit weekend is alweer aangebroken. En daarom wil ik met jullie even afsluiten. Maar voordat ik dat samen met jullie ga doen, wil ik eerst zeggen dat ik het gisteren onwijs gezellig vond met Fokko. En we hebben onwijs gelachen. Er was lachen, gieren, brullen. En we hebben ook ontzettend veel gegooid eigenlijk. Normaal, meer dan ik normaal zou doen. Normaal gooi ik een uur per dag en dan is het klaar. En nu was het gewoon 2 trainingssessies, dus 's middags en 's avonds. Ik ben daarbij ook veranderd van plek. Ik gooide normaal links van de hockey, hoe je het ook moet noemen. En na jaren besloot ik ineens om rechts te gaan staan. En ja, dat gaat toch beter. Meer 180ers, meer kans op dubbels. En ja, al hetzelfde, dat is ook niks. Dus een beetje verandering is niet mis. Als je daar alleen maar beter van gaat gooien, dan is het helemaal goed. Dus ja, zodoende dat betreft het gooien. Gisteravond zijn we nog even gezellig weg geweest naar Tops. Heb ik de jurk nog even weer teruggebracht bij Mirjan. En bij Eddie natuurlijk. Ook al draagt Eddie geen jurken, denk ik. Dat zal wat wezen. Ook daar was het heel erg gezellig met onze vrienden. Onze vrienden weer gezien. Die zijn laatst op vakantie geweest. En ja, die zijn wel mooi bruin teruggekomen. Dus vind ik tenminste. Dus dat was wel leuk. En ja, nu is het alweer zover. Nu is het alweer zondag, mensen. En kinderen komen straks weer. Een beetje country muziek hoor je op achtergrond. En ik wil dan ook met jullie afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneren, dat kan hier beneden. Dat is gratis beneden het filmpje. En er zijn weer een aantal abonnees bijgekomen, zag ik. Ik wil jullie daar ook hartstikke voor bedanken. Dat vind ik hartstikke tof dat jullie dat gewoon blijven doen. Blijf dat vooral doen. Blijf me gewoon vooral volgen. En dan zeg ik van, check gewoon elke woensdag om 3 uur. Weer een nieuwe vlog. Voor jullie. Staat altijd klaar. Ja, verder geen bijzonderheden. Dus dan zou ik zeggen, bij deze, tot snel. Beste mooi weer. En mooi.